In een andere video heb ik gesproken over de Pelican cases, deze cases, om eigenlijk veel materiaal te gaan transporteren op vliegtuig, boot, auto, noem maar op. Op verplaatsing. Nu, als je materiaal bij je hebt en je bent aan het werk, dan heb je typisch een of meerdere camera's rond je hals hangen. Of op je riem, wat voor systeem dat je ook gebruikt. En daarnaast zou je nog een tas nodig hebben, een tas zoals deze, om een aantal lenzen extra mee te nemen. Dus je ziet dat je hier een aantal lenzen kwijt kunt. Je kan die tas ook rond je schouder hangen en je kan gemakkelijk aan die lenzen om die lens te verwisselen. Dit is ook een tas, een ouder model. Maar heel opvallend is wel dat eigenlijk dat divider systeem, dus het systeem dat je met velcro die dividers kunt gaan indelen zoals jij wilt, dat bestaat eigenlijk al vele, vele jaren. Dat is ongewijzigd gebleven. Dit is een tas van meer dan 10 jaar oud. En daar heb je al dat divider systeem in. Dit is de recentere tas, heb je ook dat divider systeem. Heb je wel nog een compartiment voor tablet of laptop of iets dergelijks. Kleine laptop dan toch. Nu, maar aan deze tassen zie je wel dat je fotomateriaal bij hebt. Dat vind ik persoonlijk een nadeel. Hier zeker staat er een merk op. Dit is al iets anoniemer, maar als je een klein beetje kennis hebt van zaken, weet je ook wel dat hier eigenlijk gewoon lenzen in zitten. En sowieso, wat ik typisch doe, is als ik op reis ben en ik ga op wandeling, heb ik meer nodig dan wat er in deze tas past. Heb ik typisch een rugzak bij de hand, of op mijn rug beter, waar ook een drinkfles in zit, een regenjas, eventueel wat voeding en dergelijke meer. Alles wat ik nodig heb op wandeling. En dan zou ik eigenlijk zo'n rugzak dus. En dan zou ik eigenlijk veel liever mijn lenzen en die rugzak kwijt kunnen dan dat ik nog een extra tas moet meenemen. En daar heb ik iets op gevonden, of beter, bestaat al langer. Maar ik heb het nu zelf ook in gebruik. Ik ben ermee op reis geweest en ik kan zeggen, het is eigenlijk, ik ga het vanaf nu wat tijd gebruiken. Lenswraps. Dus dat zijn eigenlijk twee lenzen die in een lenswrap gewikkeld zijn. En dat maakt dat je die lenzen gewoon kwijt kunt in je wandelrugzak, in je rugzak, bij je andere bagage. Zonder dat je die lenzen gaat gaan beschadigen. Je ziet hier, deze zitten nu gewoon in deze. Dat is een rugzak, een Kesha rugzak van Decathlon. Een rugzak die ik gebruik om te gaan wandelen. Dat is een voorbeeld van zo'n lenswrap. En die doe je met twee velcro's open. En daar zit dan in dit geval een 16mm f1.4 Fujifilm lens in. En die lens zit daar heel veilig in. Die gaat daar zeker niet uitvallen. En die is goed beschermd door dit materiaal. Nu, mijn vriendin maakt deze lenswraps voor mij. En zij is nogal bedreven in het verwerken van stoffen en het naaien en dergelijke. Dus dat is al een geavanceerd model met een biesje bijvoorbeeld. Hier zie je een biesje en ze heeft daar ook haar logo in verwerkt. Hier zie je haar logo, als het goed is. Maar eigenlijk in essentie is dit een lapstof. Met aan de, dus een vierkant. Ze zijn alle drie hetzelfde formaat. Omdat ik vooral met primelenzen werk en daar passen die primelenzen allemaal in op dit moment. Je kan altijd groter of kleiner gaan afhankelijk van de lenzen die je moet of die je graag gebruikt. En op de hoeken zitten velcro, stukken velcro. Dus binnenaan zitten de zachte en buitenaan de haakjes. En die passen eigenlijk allemaal op elkaar. Voor de rest kan je kiezen wat materiaal je gebruikt. Dit is gewoon een motiefje, een stofje dat aan de buitenkant gebruikt is, wat we op overschot hadden. Je kan hier ook een vochtafwerend of een vuilwerende stof gaan gebruiken. Op zich zul je altijd wel, het zal nooit niet waterdicht zijn, omdat je altijd door de vorm hier openingen hebt. Maar het kan geen kwaad om toch een stof te gebruiken die vuil afstoot. En dan binnenin zit een hele zachte stof. In dit geval is dat zo een sponsenbroekstofachtig iets van materiaal. Dus die kindjes die zo'n sponsenbroekjes dragen. Dat is een beetje dat type materiaal. Het is heel zacht voor je materiaal. Maar tussen die twee stoffen zit ook nog een zachte voering. Een soort van mousse die eigenlijk de bescherming biedt. Eigenlijk ook het materiaal wat je hier in een tas zult gaan vinden. Om je materiaal te gaan afschermen. Ook hier zit er zo een zacht materiaal tussen. En zo kan ik dus mijn lenzen meenemen. Ik heb ook trouwens voor mijn camera zelf een vergelijkbare tas. Dat is al een iets geavanceerder patroon. En het komt er eigenlijk op neer
in grote lijnen dat je ook een lap stof hebt, maar dan in bepaalde vorm. Eigenlijk zoals die SLR-tassen, spiegelreflex-tassen. Dus het voordeel van dit systeem is dat ik kan kleiner en groter dicht doen volgens hoe groot dat de lens is die op de camera zit. Nu, deze tas is iets te groot voor deze camera, maar op zich kan dat geen kwaad. Als ik dan nog een grip of zo op de camera heb, kan ik die alsnog erin plaatsen. En die kan ik op verschillende afstanden dicht doen. Plus dat er hier ook ruimte is om mijn riem die ik gebruik op de camera zelf door te laten. En dus kan ik eigenlijk heel dit rond mijn middel dragen als ik de camera niet gebruik. Als ik de camera wel gebruik, haal ik dit er natuurlijk vanaf. Zodat ik, en de lensdop ook, zodat ik elk moment zeker kan vastleggen. Zo, ik hoop dat dat nuttig was voor jullie, dat jullie daar iets mee kunnen doen. Ik weet dat ze online ook wel te vinden zijn. Ik denk op eBay en dergelijke zul je wel iets vinden wat erop lijkt. Maar als iemand weet die met stoffen kan werken, dan zou ik zeker informeren of ze interesse hebben om zoiets voor te maken, want het is echt ideaal. Als je meer informatie nodig hebt, laat iets weten. Dan vraag ik dat zelf even na. En dan bezorg ik jullie die zeker met veel plezier. Zo, bedankt voor het kijken en tot de volgende.